Heel het volk van Juda had de koning bij zijn doortocht begeleid en de helft van het volk van Israël. De Israëlieten kwamen op de koning af en vroegen hem: waarom hebben onze broeders, de Judeërs, beslag op u gelegd door u en uw gevolg bij het oversteken van de Jordaan te begeleiden, terwijl al uw aanhangers al bij u waren? Maar de Judeërs wierpen tegen: de koning is immers aan ons verwant. Waarom maken jullie je zo kwaad? Laten we ons soms door de koning onderhouden? Worden we soms door hem bevoordeeld? De Israëlieten antwoorden: wij hebben 10 keer zoveel aandeel in het koningschap. En ook op David hebben wij meer recht dan jullie. Waarom doen jullie zo geringschattend? Hebben wij soms niet als eersten besloten dat we onze koning zouden terughalen? Maar de Judeërs stonden sterker dan de Israëlieten. Nu was er onder de Israëlieten ook echte onruststoker, een zekere Seba, de zoon van Bichri uit de stam Benjamin. Hij blies op de ramshoorn en zei: wat hebben wij met David te maken? Wij hebben niets gemeen met de zoon van Isaï. We breken op, volk van Israël. Alle Israëlieten keerden David de rug toe en volgden de Benjaminiet Seba, maar de Judeërs bleven hun koning vergezellen van de Jordaan tot aan Jeruzalem. Toen koning David in zijn paleis in Jeruzalem kwam, stelde hij de 10 bijvrouwen die hij als huisbewaarsters had achtergelaten in bewaring in een eigen huis. Hij bleef hen onderhouden, maar hij zocht hen niet meer op. Zo bleven zij tot aan de dag van hun dood opgesloten als onbestorven weduwen. De koning zei tegen Amasa: roep alle mannen van Juda bijeen en meld u binnen 3 dagen weer bij mij. Amasa ging op weg om de Judeërs bijeen te roepen, maar op de afgesproken tijd was hij nog niet terug. Toen zei David tegen Abisai: Seba, de zoon van Bichri, vormt een nog grotere bedreiging voor ons dan Absalom. Abisai, neemt u dan mijn leger onder uw bevel en ga achter hem aan, voordat hij onze versterkte steden voor zich wint, want dan staan wij met lege handen. De mannen van Joab, de Keretieten en de Peletieten en al Davids helden sloten zich bij Abisai aan en zetten vanuit Jeruzalem de achtervolging van Seba in. Bij de grote steen in Gibeon kwamen ze Amasa achterop. Joab droeg gevechtskleding met erop een koppelriem waarin zijn zwaard gestoken was. Toen hij een stap naar voren deed, gleed het zwaard uit de schede. Is alles goed met je, Amasa? Vroeg hij en hij greep hem met zijn rechterhand bij zijn baard om hem te kussen. Amasa was niet verdacht op het zwaard dat Joab in zijn andere hand hield. Joab stak Amasa in de buik, zodat zijn ingewanden naar buiten kwamen. Hij hoefde geen tweede maal te steken. De verwonding was dodelijk. Joab en zijn broer Abisai zetten de achtervolging van Seba voort. Een van Joabs wapendragers bleef bij Amasa staan en riep: wie het goed meent met Joab, wie voor David is, hij volge Joab. Amasa lag op de weg, stuiptrekkend in zijn bloed. Toen de wapendrager merkte dat de soldaten stil bleven staan, rolde hij Amasa van de weg af, het veld in, en wierp een kleed over hem heen, omdat iedereen die langzaam kwam stilhield. Toen Amasa van de weg was verwijderd, volgden allen Joab, Seba achterna. Seba was dwars door Israël naar Abel-Bet-Maaga getrokken. Alle Bichrieten hadden zich bij hem aangesloten. Toen kwam ook Joab met zijn leger bij Abel-Bet-Maaga en sloot hem daarin. Ze wierpen een wal op tegen de muur van de vesting en bestookten van daaraf met man en macht de stadsmuur. Toen riep een wijze vrouw vanuit de stad: luister, luister. Vraag of Joab dichterbij komt, zodat ik met hem praten kan. Joab kwam naderbij en de vrouw vroeg: bent u Joab? Jazeker, antwoordde hij. Luister naar wat ik u te zeggen heb.
zei de vrouw. En Joop antwoordde, ik luister. Toen zei de vrouw, vroeger bestond er een zegswijze. Wie een Abel om raad vraagt, komt nooit bedrogen uit. Wij zijn vredeliefde en getrouwe Israëlieten. Maar u wilt een stad van de aardbodem wegvagen, die als een wijze moeder is in Israël. Waarom vergrijpt u zich aan Gods eigen land? Geen sprake van, antwoordde Joop. Ik ben er beslist niet op uit om me aan uw stad te vergrijpen of haar van de aardbodem weg te vagen. Daar is het me niet om te doen. Maar iemand uit het bergland van Efraïm, een zekere Seba, een zoon van Bichri, is in opstand gekomen tegen de koning, tegen David. Lever hem aan mij uit, dan zal ik de stad verder ongemoeid laten. Toen zei de vrouw tegen Joab, goed zijn hoofd zal u over de muur worden toegeworpen. De vrouw legde haar wijze raad voor aan de bevolking van de stad en zij hakte Seba's hoofd af en wierpen het Joab toe. Joab blies op de ramshoorn en het beleg van de stad werd opgebroken. De soldaten gingen terug naar hun eigen woonplaats en Joab keerde terug naar Jeruzalem, naar de koning.